Thank you. Ben je zo zat? Ja, hier ligt hij. Oh. Wij staan hier voor letterlijk stil. Rap je ziekste merchandise op. Hey yo, mensen van ons, welkom hier bij een gloednieuwe banger van de vlog. Het onweer, het code roodje met zulke blokken die uit de lucht komen vallen. Maar het is tijd om vandaag te vertrekken, niet uit Kroatië, maar naar wel richting huis ongeveer. Dus ik ga mijn satelliet meenemen, de hele setup ga ik meenemen. En daar is een partij onweer in de verte, jongens, niet normaal. Hij moet over 10 minuten weg zijn. Waarom is jouw onderbroek buiten? Ja, geef die storm. Bye. Doei. Nee. Oh, dames en heren, mijn satellietje. Zonder dit ga ik niet op vakantie. Echt niet. En kijk eens aan. Internetkabel, hatsenflats, satelliet. Opbergen, top. En we zijn ready to go. Oh, moet je eens kijken, wat een dikke sticker. Waar kun je die krijgen? Monsterdad.nl. Monstertube.nl. Monsterdad.nl. Kan ook. Vandaag, dames en heren, gaan we waarschijnlijk naar het noordelijkste puntje van Kroatië. Maar als het weer niet mee zit, zoals dit. Continu stormen en alles, ja, daar is er ook niks aan. Het is lekker natuurlijk als de zon gewoon schijnt. Maar dan kun je eens goed naar Nederland gaan, want daar is het weer regenwand. Nou, afscheid nemen van Monster en de Monster Mama. Kom hier. Want wij gaan eerder naar Nederland en we gaan weer terug naar Bosnië. Veel plezier in Bosnië. You promised my son. Free Robak. Doe de familie de groeten. Salam aleikum, aleikum salam. Knombe Jen. Ga je weer even simperig doen deze dagen, hè, naar mama? Ik weet niet wat. Huh? Wat is een simp? Heel slijmerig eigenlijk. Gewoon een slijmbal dan? Nee, helemaal niet. Je moet naar mij luisteren. Oh ja, zit onder de duim. En hatsenflats, kijk eens aan. Het monster gaat vertrekken. Monstertube! Nou, we gaan nu terug richting Bosnië, wat ik al zei. Wij gaan nog Kroatië in of we gaan misschien ook naar huis, want het weer is echt drama. We zien het wel. Nico, see you my man. Puno vallen. Kijk eens aan, dames en heren, de auto. We gaan even alle koffers mee inladen. Ik zit te denken, ik zou eigenlijk mijn vlog vandaag beginnen met bungee jumpen, zoals dit. Ja, dat had ik gepland vandaag, maar het gaat niet door het onweer. En ik ben ook bang dat die touw dan niet, als dat nat is, dat, ik weet niet, het klinkt eng, snap je? Wow! Ik heb bloemhuis. Ja, het kon wel, maar het voelt niet lekker in de regen. Dadelijk dan glijdt dat uit, want je zit alleen bij je enkel vast. En hang je daarbij in de. Gaan wij terug naar Nederland of wat gaan we doen? Ik zit te twijfelen, want jij wilt terug naar Nederland ook heel graag. Ik wil nog wel even 2 dagen blijven. Ik vind het wel leuk hoor, lekker weer, maar... Ja, we zien het wel. We rijden naar het noorden en dan zien we het wel, ja? Hey, ik mis ook Flor. Hatsenflats en hatsenflats. Top. Drijvenat. Wij moeten bijna huilen. Moet je echt huilen? Nee. Jij huilt echt veel te snel. Nico, wat ik straks zei, echt... Voordat ik hem liet zien, dit is nou echt een hotel-eigenaar lookalike. Nico, see you my man. Eerlijk? Ja. Hij lijkt echt op een hotel-eigenaar. Gewoon langer lang, kaal, hotel-eigenaar. Bos, legend. Ik liet hem zien aan jullie strijders. Laat weten of ik gelijk heb. Maar ja, dat was zo'n leuk gast. Eerlijk? Nico heeft echt wel hard. En dan je ouders ook nog bij. Ah! Hey. Je moet echt bijna huilen. Echt niet huilen. Monster belt nooit. Nou ja, hè? Kom ook eens bij jullie ofzo. Kom op, hè? Zo ook zweten. Ik mis Floris. Zo, de eerste keer dat ik politie hier zie. Wauw. Eng. Oh, heel mooi. Zeg je dat? Ja. Zo, hele botsing. Mede-Nederlanders. Ja, dankjewel. Ik dacht wel, ik kijk naar dat kenteken daar in Nederland. Soms kun je het gewoon aan de koppen zien, hè. Ik heb ook zo'n... Heb ik een Nederlandse kop? Hallo. Alleen in de zomer en de winter niet. Ik ben gewoon hier. Ja, we moeten even roethuizen. We rijden naar niemandland. We gaan gewoon langs de kust rijden. Ik vind het ook wat zo leuk dat jij je hele gamestoel hier hebt gevonden. Letterlijk, met een gamestoel hierin en dan... Je zit als, altijd als een kleermakertje hier. Moet je eens kijken als ik dat moet doen. Leggen! Aan mijn pigeon! Weet je hoe een meeuw doet? Een meeuw die pakt dan een visje en die... En wat doet Romy? Ik heb een medecar spotter gespot. Skibidi doilet talabadab. Wauw, kijk uit! Oh. Ja, hoe kan dat door jou? Ja, hij is gewoon tegen een boom aan. Ja, maar kijk hoe je... Ik hoop dat ik hem terug kan vinden, want signal is los. Sorry. Heel net stressen. Sorry, maar hij is tegen een boom aangeknopt. Oh, dames en heren, dit is echt drama. Het regent lijphard. Zeker keiver weg. Ja, ik denk dat hij ook in een boom zit. Oh no. Doe ouwe leden. Ja, hij heeft hem gevonden. Kijk dan, dames, dit is het beeld van die drone. Maat, wat piep je voor saus? Hoe gaat hij tegen een boom aan? Ik was hoog genoeg. Ik hoop dat ik het wel goed op beeld heb dat hij tegen een boom aan kwam. Ja. Zegt hij hem? Ja.
Is hij verbonden? Ja. Hij is verbonden. Oh nee joh. Oh, ik zit hier wel op een knotenstuk, maar er is niks anders dan... Romy, niet aanzetten. Je weet niet hoe dat werkt. Namelijk ben ik hem kwijt door jou. Niet hem in de boom laten. Vallen. Vallen. En opstaan. Maar nou moet ik via de Google Maps hier. Dit is wat hij laat zien, dames en heren. Dus dit wordt een zoektocht door het bos. Ah, jongens, jongens. Wacht, zit hij niet misschien hierin? Volgens mij is het zoiets. Die godverdomme, ik ben mijn drone kwijt en ik ga mijn drone zoeken. Die auto, kijk hoe fout die hier staat geparkeerd ook. Maar hier ergens moet hij zijn. Oh, pok regent als de pest. Ding is weer uitgegaan. Godschuwelijk. Godverdomme. Oh, ik ga het bos hierin, dames en heren. Zie hier hoe YouTuber MonsterTube het bos betreedt op zoek naar zijn drone. I'm the Freek Vonk, yes. Een extreem zeldzame aap. Dit is het beeld wat ik zie, dames en heren. Zit hij in deze boom dan? Maak eens even geluid. Ik hoor hem hier ergens. Hou eens vast. Oh, we zitten allemaal doorns hier. Ik ga springen. Ik hoor hem hier. Auw, hoor hem hier echt. Ja, hier ligt hij. Kijk eens, hier ligt hij. Oh. We hebben de drone weer. Let's go, Zoe. Oei, oei, oei. We hebben hem. Ik zie hier een vleugel, ja. Oei, oei, oei. Maar we hebben hem tenminste, dat is top. Kijk ook even op wat voor plek wij hier staan. Echt niet normaal, jongen. Hij mist één propeller, maar die kan ik gelukkig vervangen, hè. Dus ja, dit is top. Ik zit helemaal onder de doorns en bloed en weet ik veel wat allemaal. Oorlogshond. Oh, ik ben wel blij dat ik dat ding heb gevonden. Nu kun je niet meer wonen. Nee, dat klopt. Oh, dames en heren. Ik wil net mijn camera aanzetten. Ik word hier gespeeld. Jongen met een vrachtwagen. Wat doe je raam open? Ik kom mijn raam open, maar ik wil net filmen. Kijk van wat voor weg wij komen en wat voor weg we op moeten. Het is gewoon een Jurassic Park. Dus er komt hier een vrachtwagen aan. Die splasht hier alles onder, jongen. Oh man. Wat een gedoe, jongen. Regen, onweer, modder. Drone in de boom. En dan moeten we dit zandpad op. Nah-ah. Kijk, dit is de weg en daar is een compleet moerasneger. Oh nee, er komt een vrachtwagen aan. Ik ga mijn raam weer open. Google Maps zei dat snelweg file is. Maar hij heeft niet verteld dat we door de Eerste Wereldoorlog moeten heen gaan. Kijk eens, het is weer tol betalen zoals altijd. Hallo. Oh, we moeten tanken. Hebben jullie ooit zo'n druk tankstation gezien? Kijk dan, joh. Oei, niet normaal, gek. En ik heb het nog nooit meegemaakt bij een tankstation, maar het is hier wel 1,53 euro per liter, jongens. Dat is insane. Wat hoor ik? Ik hoor Baby Shark, Kroatische versie op de radio. Bob Kuba. Ik krijg error. Nee. Oh, jongens. Ik wil naar huis. Floris. Moet je eens kijken, ik zit hier helemaal druk met allemaal mensen. Ik heb hier denk ik een half uur moeten staan. Maar wat nog meer echt shit is, die vrachtwagen heeft een modderpoel aangericht. Hier, check de binnenkant. Kijk die hele voorkap, maat. Het is toch niet normaal, jongen. Kijk dan, helemaal onder modder. Het is wat het is. Hebben die voorkap gezien? Ja, erg en een modder. Influencer Jade Anna, maar dan rood. Hatsenflats, we zijn aan de beurt. Ze hebben hier super 100 en 95. Ja, we 100 erin platsen. Klik. Ja, dit is E500. 1,50 euro, hè? Lekker. Zo, kijk eens aan. Volle tank, 81 euro. Nou, dames en heren, ik heb heel even mijn banden opgepompt. Maar ik zag hier een dikke auto, dat is niet normaal. Kijk, deze BMW. Nice car. Wow, yo. Dikke X. Gas, wat een unit is dit, jongen. Moet je kijken dan. Ik heb nog nooit zo'n BMW zien. Maar het ziet er helemaal smoke blackout uit. Daar zijn ze ook foto's aan het carspotten. Dames en heren, dit is niet normaal. Wij staan hier gewoon letterlijk stil. Daar staat stil. Hier staat het stil. Er is gewoon no movement. Oh. Kijk hoe ver de doorloopt, jongens. Niet normaal. Ben je zo zat? Dit is al een half uur. Zo de kat, hè? Ja, zo leuk. Zijn mijn kat voor altijd. Ben je een kat? Maar ik zit 6 uur lang met dit voor in files. We kunnen nu eindelijk rijden. Ik word helemaal lamlendig. En jij zit alleen maar op TikTok. Nee. Oh jongens, kijk deze wegen hier, ouwe. Oh, dames en heren, het is niet normaal depressief hier hoe die huizen hier gebouwd zijn. Ik ben er gevangen. Wat een weg hier, ouwe. Ik zie alleen maar bladeren, het lijkt wel gewoon verlaten hier allemaal. Dat is niet normaal. Oh joh. Kijk dan, gast. Van drie, ouwe. Je weet toch niet groen, hè? Hey, Nederland. Oh, het is een Nederlandse plaat. Een Nederlander. Eng. Nog enger, zombie apocalypse. Hondje. Dorpje Plassen beland. Maar voor de mensen, als je daar opzoekt, is het volgens mij niet goed hier hoor. Goh, in bereik. Huizen kapot, drugsdealers. Hier over een eng treinspoortje heen. Mimimi. Oh jongens, wat eng dit.
We zijn in de stad Rijeka aangekomen. Hier zien jullie het op Google Maps. Rijeka. Tjoene. We gaan hier niet overnachten, want het is echt een industriestad. Oi, oi, oi. Oh, willen jullie nou ook merchandise hebben? Ga dan zeker naar monster.nl voor de ziekste merchandise. Dit zit oprecht lekker, jongens. Lekker. Nou, lekker weertje, man. Woehoe. Hier, verlaten huis weer. Urban Explorer. Moet je daar dan kijken. En deze huis ook allemaal. Wauw. Wauw. Dames en heren, we zijn heel even in een winkeltje beland. Want we hebben even lekkere noedels besteld. Dit, dames en heren, drinken ze dus overal in Kroatië. Dit heet dus Burn. Maar dit is dus energy drink. En ik ben wel benieuwd hoe dit maakt. Sprite TikTok. Ik vind het gewoon schattig dat ze hier allemaal andere dingen over hebben. Pickles. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit proeft, jongens. Burn. Kijk eens aan, dames en heren, hoe schattig dit is. Ik heb zeg maar een soort pokeball met een noedelsoep erbij. En Romy heeft dit. En we zitten naast iets heel fris ook. Daar is het. Maar ja, dit is lekker. Dit is allemaal homemade. Ik ben benieuwd. Smaak even. Wauw. Ik heb hier een soep, noedelsoep, alleen ik heb een lepel. Dat drink je. Dit drink ik. Hoe wil je dit drinken? En er zit een ei in mijn soep. Hoort dat? Een ei. Kijk eens aan, dit was echt top, jongens. Nice. Huh? Was goed. Nou, we hebben even een hotel ergens geboekt. Hoe heet die plek? Opitia of zo? Opitia. Hey, ik heb geen parkeergeld betaald. Ik hoop niet dat er een klem op mijn wiel zit, want ik zoek het niet om hier naar het politiebureau te gaan. Oh. Is dit een runner? Is dit een runner? Nee, dit is een NRG. Nooit van gehoord. We zijn weer bij de John Deere rap. Jij wist niet, hè, wat er gebeurde met mijn rap. Voor de mensen die het nog niet weten, mijn rap is in de winter gewoon helemaal blauw. Puur omdat hij gaat van kleur veranderen op warmte en kou. Net zoals dit. Ja, nu zit er een zaklamp lantaarn op. Maar dit is dus helemaal blauw, zeg maar. Als je het een beetje zo kijkt, dit is dus helemaal blauw nu aan de zijkant overal. Zoals Mario Kart, hè. Tuning. Nee, normaal als je de ledverlichting aandoet. En de andere kant doet het niet. Nou, die staat geparkeerd. Dan is het nu tijd om richting het hotel te gaan. Oh, wat ben ik moe te gaan. We hebben de koffers hier. Yeah. Romy! Waar de brie is Romy nou weer? Daar sta je dan. Ginger verlaatje. Jongen, wat een diva. Hele weg gereden, niet even wachten. Dit is ook een deur. We moeten naar een lift. En zo, we zijn bij de lift aanbeland. En je weet wat dat betekent. Je gaat nog niet drukken. Je weet wat dat betekent. Ik ga gewoon naar je autisme. En nummer 3? Daar hebben we niet eens. Anders is het verkeerd. Wauw. We zitten verkeerd op deel. Bro, wat is dit, maat? We zitten helemaal verkeerd. Ja, dat gebouw is ons hotel, daarachter. Ik heb warm. Fortnite spelen met de jongens. En waar de brie komen we nou weer uit? Dit is ook niet ons hotel, we moeten daarachter zijn. Dus let's go. Ik denk dat ik bij het verkeerde hotel ben beland. Dit zijn politie moeten horen. Toch? Nee. Wel. Zo, dames en heren, eindelijk. We zijn bij het juiste hotel aangekomen. We hebben ze hier poffertjes. Zo, en we komen binnen. Het ruikt hier naar... Stinkt je echt naar benzine of zo? Ja, eerlijk? Het ruikt hier oprecht naar benzine, jongens. Dat is niet normaal. Deze kamer ruikt oprecht naar... Het is wel een schattige, leuke kamer. Met een badkamer, even kijken. Wauw, tegels. Hallo, douche. Hallo. Hallo, wc. Jou ga ik goed gebruiken. Hallo, spiegel. Ik heb al steeds echt een kapsel van 8 jaar. Ik had dit vroeger als kapsel, man. En we hebben 2 bedden uit elkaar, dus nee. Dat vind ik echt top. Want anders dan lig ik helemaal uit bed half. Oké, dames en heren. Het is heel erg tijd om uit de hotelkamer te gaan. Zo, dat echt goed als de meter. Kijk hoe groot hotel dit is. Hello. Daar hebben we een flying baby. Romy. Ja? Waar de brie ben jij? Waar buiten? En wie hebben we daar in blauw? Volgens mijn broek. Hallo. Zo schattig dit ding. Je lijkt me zo'n Minecraft hoofd. Ik voel me hier echt een main character. Doe een NPC na. Free tasting. Hey, dat is voor Nederlanders top. Oh, kijk, dit is allemaal ijs, dames en heren. Dit is top. We zaten hier even te ruiken wat die geur hier was. Dat is handenzeep. Je kent het eigenlijk. Ik ben het. Voor een massage. Dus lekker. Maar hier, auw. Hey, man. Smaakt niet lekker. Ik denk dat het proef met tandpasta is. Oh, dat is heet. Not eat it. Zo, maat. Ik ruik... Ik heb het in mijn mond, in mijn neus. Ik heb giftig hier. Kijk eens aan, dames en heren. Dit is dus helemaal homemade. Dat is echt lekker. Gast, zij schept er een klomp bont in. Hun zijn dus van de Philippines. En hun hebben homemade ice cream. Dus dat is echt nice. Maat, zie je even hoeveel zij erin... Wow, it's big, man. Cool. Yeah, because I make it bigger for you. Thank you. Yeah. Dat klinkt heel verkeerd. Oh, die mint, yeah. Jongen. Ik kan niet meer ruiken. Het is te heftig. Like cry. Thank you. Nou, dames en heren. We hebben het ijs, maar 2 bolletjes kost 7 euro. Dat is niet normaal, hè. 14 euro in totaal voor dit. Scammer, get scammed. Maar wel lekker. Gelukkig dat ze veel hebben. We're sitting in the lift. Nee. Oh. Ik ben heel streng bij hier. Laat mij nou eens los. Ik ga eens gewoon naar je kamer toe rennen. En we zijn weer back in the crib aangekomen bij Homie Listing. Als ik jouw ginger haar eet, word ik dan...
Ginger. Maar dames en heren, dit was weer de vlog van vandaag. Ben je nog niet geabonneerd? Zo gaan mijn outro helemaal niet, man. Grab je ziekste merchandise op monstertube.com. Niet, want dan kom je op een hele andere site. .nl. Voor je ziekste merchandise. Dames en heren, grab je ziekste merchandise. Monster.nl. Morgen gaan we hier allemaal avonturen meemaken. Ik weet niet wat hier te wachten staat. Ik hoop bungee jumpen. Stay tuned voor dat. En dan zien jullie waarschijnlijk morgen om 5 uur in een gloednieuwe banger. Bye bye.